Een prachtig geschreven, eerlijk verhaal over twee kwestie tieners die de wereld proberen te begrijpen. Dit vertelde Notebook Magazine over het boek Gered door een meisje. Het is een triest liefdesverhaal over twee jongeren, Joël en Sasha. Hoe ze elkaar hebben ontmoet was zeer speciaal. Sasha was bijna verdronken in het meer. Joël heeft hem gered. Toen ze hem uit het water viste, viel Sasha meteen voor haar. Joël had zoveel vragen. Wie was hij? Wat deed hij daar? Zo begint hun liefdesverhaal. Daarna zien ze elkaar op school, hangen ze veel meer uit, worden ze vrienden, maar worden ze nog meer? Of toch niet? Zowel Sasha als Joël hebben geen leuk verleden. En ze hebben ook allebei familieproblemen. Sasha is terminaal ziek en kan dus niet meer genezen. Daarnaast is zijn moeder overleden en is zijn vader met de kunstleerkracht samen. Joël heeft het zeker niet beter. Haar vader heeft haar verlaten en haar moeder zat aan de drugs. Hierdoor moest ze bij haar oma en opa gaan wonen. Die zijn nu ook allebei overleden. Joël vindt steun in tekenen, maar daarna vindt ze ook steun in Sasha. Ze valt voor hem, maar is Sasha ook verliefd op haar? Eindigen ze samen? Deze vragen kunnen allemaal beantwoord worden als je het geweldige boek van Stef Bowe leest. Stef Bowe was een Australische romanschrijver en blogger. Ze werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door een redacteur van een grote uitgeverij. Daarna begon ze boeken te schrijven. Ze heeft er in totaal 2 geschreven. Beide boeken zijn in het Nederlands, Spaans en Catalaans vertaald. Maar jammer genoeg is ze op 20 januari 2020 overleden. Ik vind dit boek boeiend om te lezen. Eens je begint met lezen kun je niet stoppen. Je kan jezelf ook herkennen in sommige scenario's of karakters en dat maakt het nog leuker. Wat ook superleuk is dat het boek in 2 verschillende standpunten staat. Soms in die van Sasha en daarna in het standpunt van Joël. Je kan dus meeleven in de karakters. Dit boek van 208 pagina's is een onvergetelijk verhaal over leven, dood en je eigen weg vinden. Dankjewel voor het luisteren.